Vanaf vandaag mogen ouders hun kroost niet meer afzetten bij de juf of meester. Ouders mogen de basisschool niet meer in. Ook doet het kabinet een dringende oproep aan personeel in het basis- en voortgezet onderwijs en aan middelbare scholieren om zich 2 keer per week preventief te testen met een zelftest. En op deze manier, meneer Paternotte, probeert het kabinet dat virus in te dammen. Zeker op basisscholen waar het de laatste tijd flink rondgaat. Die 2 maatregelen, niet meer als ouder de school in. Wat vindt u daarvan als eerste? Ja, het is, natuurlijk is het heel fijn. Ik heb zelf een dochtertje van 5 om er bij de klas af te zetten. Maar ik doe dat ook al een paar weken niet meer. Omdat je denkt van ja, het is niet nodig. Ze is toevallig vorig jaar al gewend geraakt om zelf er naartoe te lopen. Dus ik had liever gehad dat die maatregelen zelfs al wat eerder waren genomen. Want het gaat al een tijdje best wel hard met het virus op die basisscholen. Ja, kijk, we willen ze open houden. Maar als heel veel klassen in quarantaine zitten, dan zitten ze natuurlijk alsnog thuis. Dus zorg nou dat het zo veilig mogelijk is op die scholen. En die testen, 2 keer per week zelf testen. Voor in ieder geval personeel, maar ook middelbare scholieren. Wat vindt u daarvan? Ja, hartstikke goed. Ik had afgelopen weekend ook contact met een wethouder in Wenen van de zusterpartij van D66. En daar houden ze die scholen, ondanks dat het Oostenrijk in lockdown zit, toch open. Ook met testen. En dat zou natuurlijk veel beter zijn, omdat je scholen weer moet sluiten. Dus als dat de oplossing is, prima. Zou u ook zover willen gaan dat we basisschoolleerlingen moeten testen? 2 keer per week? Ja, dat weet ik niet. Ik heb zelf met die dochter van 5 ook wel een paar keer moeten testen. En dat, ja, dan moet je wel even erop voorbereiden. 2 keer per week dat doen lijkt me best wel een uitdaging ook voor ouders. Ja. Dus laten we gewoon hopen dat dat niet nodig is. Ja, dat is natuurlijk een beetje het hele heikele punt. We hopen steeds dat het dan genoeg is. Inmiddels gaan er best wel wat geluiden op om toch de scholen dicht te gooien. Uit een opiniepanel. Leraren zegt, nou doe dan maar. Eventjes dicht, 61%. Een meerderheid van de ouders zegt, alsjeblieft niet. Uiteraard. Naar wie moeten we dan luisteren? Ja, voor de kinderen, en dat hoor ik ook wel van leraren, zeggen ze, is het natuurlijk echt gewoon niet goed als ze weer thuis komen te zitten. Want ouders die dat vorig jaar hebben moeten doen, die hebben ook wel ontdekt dat het echt een vak is, leraar zijn. En dat het echt heel logisch is dat we daar mensen jaren voor opleiden om te zorgen dat je goed voor die klas kan staan. Dus dat het voor iedere kind beter is om die scholen open te houden. Maar dan moet het inderdaad wel veilig genoeg zijn. En daarom is het ook belangrijk dat we nu die maatregelen nemen. En waar wilt u dan nog op wachten bijvoorbeeld? Zeg maar, vanaf welk moment zegt u, oké, maar nu is het echt, gaat het te ver en moet toch de school dicht om maar een heel... Ja, je ziet gisteravond meerdere leden van het OMT die eigenlijk zeggen, het gaat nu nog steeds te hard met die besmettingen. We zien te weinig wisselingen. Maar nog een dag daarvoor krijgen we eigenlijk het advies van, nou, wacht nog even af of de maatregelen werken. Ik zou tegen hen willen zeggen, we kunnen wel de politiek gaan bedenken, het gaat nu te hard. Maar dat is echt toch ook iets wat de deskundigen moeten aangeven. Dat zij het idee zien van dit gaat te hard, dit gaat de ziekenhuis. Maar dat geven ze nu toch aan? Dat is misschien vreemd een dag later, maar dat geven ze nu aan. Ja, er worden verschillende dingen gezegd, ook door andere leden. Dus ik zou zeggen, als zij denken dat het nodig is, kom dan vandaag nog bij elkaar. En zet het op een rij en geef ons een advies waar we ook wat mee kunnen. En dan moet de politiek de maatregelen nemen die nodig zijn. Ja, mist u dat ook een beetje een eenduidig advies daarin? Nou, het wordt er niet helderder op. En dat inderdaad het hele idee van een OMT was nou juist. We hebben een aantal experts, die hebben er verstand van. Die komen in alle rust bij elkaar, geven een advies. En op basis van het advies kan het kabinet dan moeilijke maatregelen baseren. Maar zoveel mensen, zoveel ideeën. Ja, maar als daaromheen ingewikkeld. Want waar moet je je dan op baseren? Moet je je dan op baseren op het advies wat vandaag komt of op hetgeen wat geroepen wordt morgen? Het is wel belangrijk om in zo'n crisis ook bij zo'n advies te blijven. Ja. Scholen kunnen natuurlijk zelf ook maatregelen nemen. Moet het dat bij een school zelf liggen? Dat je bijvoorbeeld een looproute instelt of mondkapjes, ik noem maar wat. Zeker, maar ik denk wel dat die scholen ook wat, toch wat richting nodig hebben van wat kun je voor maatregelen nemen? Wat verwachten we ook van jullie? En hoe kunnen we scholen ook helpen? Want die GGD-teststraten die overbelast zijn, betekent ook dat een leraar die klachten heeft natuurlijk daar ook vaak dagenlang op moet wachten. Eerst gaven die leraren voorrang dan. Dat lijkt me ook belangrijk, dat die leraren gewoon zo snel mogelijk toegang hebben tot zo'n PCR-test bij de GGD. Ja. Zodat ze ook weer, als het kan, aan de slag kunnen. Een andere oplossing die wordt aangedragen, dat is het vaccineren van kinderen onder de 12. Het Europees Geneesmiddelenbureau komt daar binnenkort met een advies over. Het gaat dan om het vaccin van Pfizer. Ik heb zelf een dochtertje van 5 jaar. Ik zou het wel aan haar vragen en met haar bespreken en uitleggen. Maar als zij dat ook zou willen, zou ik dat zeker stimuleren. Ik zal mijn dochter niet laten vaccineren, maar dat heeft echt te maken met haar naaldenangst. Ja, het is wel beter voor me. Dus ook beter voor mijn opa en oma. De lichaam van kinderen zelf beschermen. Dat hoeft niet vaccinatie te krijgen of iets zo. Ja, kinderen die worden er niet zo heel ernstig ziek van. Vooral van hun leeftijd niet. En dan denk ik, ja, kindjes van 5, 6 jaar. Begrijpt u dat ouders denken, sommige ouders, van nee, ik ga dat toch niet doen? Nou, ik krijg steeds meer berichten van ouders die wel vragen van waarom kan dat nou eigenlijk nog niet? En wanneer kunnen jullie dat toch mogelijk maken? Kijk, het is waar, de meeste kinderen worden niet heel erg ziek van corona. Gelukkig maar ook. Maar gisteren werd hier ook aan tafel besproken dat er
in het ziekenhuis in Groningen toch twee jongeren en kinderen ook op de intensive care hadden gelegen. Dat is natuurlijk een hele heftige ervaring voor die kinderen en de ouders. Toch hadden we hier gisteren een kinderarts aan tafel zitten, Roy Illy, en die zei dat hij dat niet wil, het vaccineren van kinderen. Hij zegt dan gaan we het probleem van mensen van boven de 12 die zich niet gedragen neerleggen bij de kinderen van onder de 12. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen, maar hij zei ook van ik wil het sowieso voor de kwetsbare kinderen wel en dat ook zo snel mogelijk. Nou, laten we daar dat is natuurlijk wel echt een verschil. Laten we daar ook inderdaad mee beginnen. Maar kijk, dat Europese medicijnagentschap gaat dan deze week, geloof morgen, het besluit nemen. Als die zeggen, ja, het vaccin is veilig en effectief en de voordelen zijn eigenlijk groter dan de nadelen voor kinderen, dan denk ik, geef dan ouders ook de keuzevrijheid. Laat hen zelf dat besluiten of ze graag willen dat ze hun kinderen kunnen vaccineren. Want ja, het kan ook zijn dat je zegt, als het toch al beter is voor die kinderen, nou, dan kan het ook nog eens het voordeel hebben dat je opa en oma wat makkelijker kan zien. Ja, u bent het daarmee eens, meneer Elian? Ja, ik vind dat dat de keuze moet bij ouders liggen. Maar we moeten ook niet vergeten en niet gaan overdrijven. Er worden nu al ook kinderen vaak gevaccineerd voor allerlei andere problemen. Is wel vaak omdat ze er zelf anders ziek van worden. Ja, en dat is waar. Maar dat is precies de kern van de problematiek. Wij vaccineren ons niet alleen voor onszelf, maar voor medemensen. Mm. Je kunt niet tegen een infectieziekte strijd voeren als je niet met elkaar solidair bent. Dus als die ouders nu, die kinderen zijn besmet geraakt door eigen volwassenen. Als die hadden in acht genomen, zaten wij niet in deze situatie. Dus ik vind dat je ook een beetje solidair moet zijn met elkaar. Je vaccineert voor medemensen.